Het is weer tijd voor de uitvinding van de dag. En of die uitvinding sympathiek dan wel briljant is, dat beslissen onze tafelgasten. En het is donderdag, dus het betreft hier een uitvindertje. Hallo, wie ben jij? Ik ben Brecht. Dag Brecht. Dag Brecht. En vertel Brecht wat je hebt uitgevonden. Ik heb de ballenpakker uitgevonden. De ballenpakker? Vertel waarvoor de ballenpakker dient. Als er een bal in de dakgoot ligt, dan kun je er die zo gemakkelijk uithalen. Ik vind dat nu wel briljant. Ik heb hier niks te zeggen, hè, Brecht, maar ik regel het wel. Maar dus die ballen die vallen in de dakgoot omdat je daar erin hebt gevoetbald, geshot hebt of gebasketbald? Welke sport beoefen jij? Voetbal. Voetbal. Het zijn dus meestal voetballen in jouw geval? Ja. Dat gebeurt veel, hè, Brecht? Ja. Het is een beetje moeilijk om het ons voor te stellen, Brecht, maar je hebt ook een film gemaakt, hè? Ja. Een langspeelfilm over je uitvindingen. Toon even het filmpje. Daar ligt dus de bal in de dakgoot. Dan komt de geniale ballenpakker. Kijk. En kijk wat er nu gebeurt. Hè. Kijk. En trekken. Ja. Hupsikelee! Fantastisch. Je krijgt nu al een applaus. Het is nog niet vaak gebeurd dat je nu al een applaus krijgt. Ik wil u niet, maar het gaat in orde komen, denk ik. Lekker tegen. Ja, dus die ballen liggen erin en dan kan je die eruit halen en zo. Maar je bent nu 12 jaar. Wanneer heb je dit uitgevonden? Toen ik 6 jaar was. En kan het alleen met voetballen? Nee, ik kan met alle soort ballen. Dus ook basketballen? Ja. Ook tennisballen? Ja. Ook sneeuwballen? Sneeuwballen? Nee. Hij is wel heel eerlijk op. Er moet een soort van vergadering belegd worden ja, nu. Een familievergadering. Ja, familievergadering. We hebben een soort van familievergadering. Een puntje. Ja, okay. Het is zonder snoepel. Ja. Ja. Monsterships ook niet. Vanessa, vind jij het sympathiek of briljant? Geweldig, briljant. Briljant. Oké, okay, goed. Het is al goed, Brecht. Wim, vind je het sympathiek of briljant? Absoluut briljant. Briljant. Stijn van de Voorde. In Sint-Niklaas is er een meisje en die noemen ze ook de ballenpakker. En die vind ik sympathiek, maar... We zitten goed op schema, Brecht. Olga, vind je het sympathiek of briljant? Briljant. Briljant. Doreen? Ik vind hem sympathiek. Ja, inderdaad. Zelfde. Zelfde redenering, briljant. Briljant. Briljant? Ja. Oh, het is zo briljant! Oh my god. Dat is kei briljant. Een ballenpakker. Hebt u zelf iets uitgevonden dat schreeuwt om 3 minuten televisie-aandacht? Mail dan gewoon naar bart@1.be en kom gewoon naar hier.